Breda Nu. Je weet het meteen. Goedendag Breda. Mijn naam is Bart Wit en het is weer weekend. En dat betekent dus weer tijd voor een nieuw weekoverzicht. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en daarom was er 3 maart een mediadebat tussen de verschillende lijsttrekkers. Ze bespraken onderwerpen zoals de bijstand, horeca en stedelijke inrichting. Op YouTube is het hele debat te zien en ook de individuele onderwerpen. Ja, kijk, we kunnen het hier over hebben, over een paar euro bijverdienen. Wat ik veel belangrijker vind, wat ik veel erger vind, is eigenlijk nog wel dat we afgelopen jaren beleid hebben gevoerd wat gewoon niet werkt. In 2016 zijn het aantal vacatures in Breda verdubbeld. Er is nergens in Nederland zo verschrikt voor kansen op een baan als in Breda, meer dan 70%. En als je dan gaat kijken naar het aantal bijstandsuitkeringen, dan zie je dat het aantal is toegenomen. Een kaart is enorm handig, want je kan er namelijk op zien wat er in de omgeving te doen is. Maar een schatkaart met alle pareltjes van je eigen wijk is natuurlijk nog handiger. Daarom is de gemeente bezig in Belkum met een kinderbelevingkaart. Op deze kaart kunnen de kinderen alle feitjes en coole plekjes van Belkum ontdekken. Bijvoorbeeld de oude snoepfabriek. Het idee is van de gemeente Jantje Beton en Doorn Roos. En de kinderen hebben hem allemaal ingevuld. Ja, er zijn heel veel leuke plekjes om te zitten. Dus het is niet echt één favoriet, maar meer wel. Altijd. Ja, je hebt altijd wel een leuk plekje waar je kan zitten. Het maakt niet uit met waar je zit, maar met wie je zit. Ja, dat maakt ook wel. Dat je gewoon met leuke mensen zit. Donderdag 8 maart was het Internationale Vrouwendag en daarom was een initiatief om meer bewustzijn te creëren voor bijstandsvrouwen. Deze vrouwen zitten namelijk in kwetsbare situaties en beschikken niet over de juiste netwerken. En daarom zijn ze in hun hele leven gewoon heel veel kansen misgelopen. Daarom heeft organisatie Brood en Rozen dit jaar weer een evenement opgestart waarbij bijstandsvrouwen gaan daten met topmannen. En dit lijkt misschien op een niet vanzelfsprekende match en daarom gingen we kijken hoe dat ging. Ja, als je ook vandaag ziet in de krant dat bijvoorbeeld de beloning van vrouwen 60% lager ligt dan de beloning van mannen, dan is er nog heel veel werk te verrichten. En dat kunnen we op deze Internationale Vrouwendag constateren. En wat is uw eerste indruk dan? Nou, een zeer aangename verrassing. Ik vind de sfeer geweldig goed. Ik tref hier bijstandsvrouwen die absoluut zielig zijn, die juist vertrouwen in zichzelf hebben, die zich goed presenteren, die met hun levensverhaal komen en die heel veel in zich hebben. En dat is denk ik het mooiste wat je hier ziet, persoonlijkheden die iets te bieden hebben. Nou, en als je dat kunt combineren dan met mensen uit het bedrijfsleven die kijken wat zijn de mogelijkheden om samen verder te komen, ja, dan is heel veel gewonnen. Wat zou je dan mee willen geven aan andere vrouwen die het momenteel ook moeilijk hebben? Positief blijven. Blijf in jezelf geloven. In de maatschappij zien we wel dat er wat meer tweedelingen zijn. Niet alleen man en vrouw, maar we zeggen ook als mensen die in de bijstand zitten. Mensen in de hoge functies roepen dan wel eens dingen op tv als van nou, die zou wat beter hun best moeten doen. En mensen die in de bijstand zitten roepen van dat zijn de grote graaiers. En er zijn allemaal beelden over elkaar die er vaak zijn. En eigenlijk kennen we elkaar nou echt. Hoeveel mensen in die hoge functies kennen dan mensen uit de bijstand? Hoeveel mensen uit de bijstand kennen die mensen dan? Dus het gave van dit initiatief is eigenlijk dat je die twee groepen gewoon met elkaar verbindt. Op 9 en 10 maart organiseert het Oranje Fonds samen met duizenden nationale organisaties weer NL Doet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en de inspanningen die geleverd wordt komen misschien ook uit onverwachte hoek. Want allerlei directeuren deden namelijk ook mee met de Vuile Handendag. Laten we eens gaan kijken of ze een beetje goed uit de verf kwamen. Ja, dit wordt echt een mooie, Nico. Dit wordt een hele mooie, hè? Ja, dat wordt kunstwerk. Ja, toch? Ja. Ik ga even vertellen bij welke klus wat is. Want de één club gaat dus planken schuren tot aan babyhuisje toe. Dat is leuk, grote planken. De andere club gaat dit meedoen. Er is één club die gaat tegels verven. En waar vindt u het belangrijk om aan zo'n activiteit mee te doen? Ja, je moet wel iets doen voor de stad. Ja. Het is wel een leuk initiatief. Ik denk niet dat ik mijn vrouw gelukkig maak als ze hier van de zomer mee toeneemt, maar ik denk voor de jeugd, ja, dat wel een mooi iets is. Een week terug was het complimentendag en daarom gingen wij de straat op om te kijken of Breda een beetje complimenteus is. Nou, René Verzand, ik ga je even een complimentje geven, want je bent echt een supergoeie vriendin van mij. En we hebben echt een toptijd in Mallorca gehad. Je bent altijd zo lief voor me. Je hebt heel goed voor me gezorgd in de tijd dat ik het nodig had. Dus, Dankjewel. Ja. Ik geef jou een complimentje omdat jij zo goed kan sjouwen met dat ding.
Ja, heel goed. Ik vind jullie heel knap met dat koude weer dat jullie er toch maar doorheen gaan. Ja, bedankt voor de dag. Dank u wel. Ik wil gewoon even tegen je zeggen, elke keer als ik in die sprankelende ogen van je kijk, verlies ik gewoon al mijn woorden. Elke keer weer opnieuw. Ik vind je fantastisch. Elke week kijken we weer welke foto Breda het mooist heeft weten vast te leggen. Heb je zelf nou ook mooie kiekjes gemaakt? Wees dan niet bang om door te mailen naar redactie@bredanu.nl. Ook deze week hebben we weer een mooie foto uitgekozen en dit is hem. En dus tot zover het weekoverzicht van week 10. Volgende week zijn we weer met een nieuwe foto en de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Fijn weekend en houdoe! Breda Nu. Je weet het meteen.